Goedemorgen iedereen. Hallo, hallo. Welkom. Lukt het om in te loggen? Lukt dat allemaal voor iedereen? Ik veronderstel dat het voor de meeste mensen niet nieuw is. Tenzij, ja, misschien dat er wel nieuwe mensen zijn. Welkom iedereen. Horen jullie mij? Dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Horen jullie mij hier? Ik kan hier ongeveer staan. Ik zie wat mensen reageren. Geluid is perfect. Right. Top. Heel goed deze keer. Ja hoor, goedemorgen, Free, goedemorgen. Ja hoor, duidelijk. Oké, jawel. Dan zullen wij er dus direct invliegen. Hebben jullie een matje of een handdoek of een deken of zo? Wel iets anders aanpakken dan anders. Normaal beginnen we wat oefeningen en eindigen we op de grond. We gaan eens goed beginnen met de we beginnen op matje of op de grond. Wat moet je doen? Je mag je op je buik leggen. Ik zeg het een badkamermatje, wat handdoeken erop of zo kan ook. Hè. Je mag je op de grond leggen met je handen zo op elkaar en met je voorhoofd. Zo, ik ga trouwens ook eens zien dat mijn camera goed staat. Misschien een klein beetje naar boven. Oké. Dus, leg maar op je buik met je handen zo, je voorhoofd op je handen. We mogen eens proberen te doen, ik zal dat zometeen ook doen, maar ik zal even uitleggen. We mogen proberen te doen, je mag eens proberen door je neus naar je buik in te ademen. Gedurende 2 seconden, je zegt na die 2 seconden in jezelf en je ademt dan gedurende 4 seconden uit. Dus, 2 seconden door je neus naar je buik in en 4 seconden uit. Dat doen we maar een paar keer. Dus je ligt zo. Ja. 2 seconden in. Het is niet 1, 2. 1, 2 en 1, 2, 3, 4. 1, 2 en... Ik ga niet te veel meetellen, want als jij op een ander ritme zit, is dat een beetje vervelend. Oké, doe dat maar een paar keer. Je mag eens proberen om na je uitademing even te wachten. Dus, hetzelfde als dat net. 2 seconden in, door je neus, naar je buik. Je zegt in jezelf, en 4 seconden uit. 1, 2, 3, 4. En dan probeer eens even een 2-tal seconden te wachten voordat je opnieuw inademt. Dus net hetzelfde als daarnet, alleen nu na je uitademing, wacht even een 2-tal seconden voor je opnieuw inademt. Dus 2, door je neus in richting je buik. En 4, uit. Als dat supergoed lukt, moet je eens proberen om 3 seconden in te ademen. 1, 2, 3. En 6 seconden uit. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ook even wachten. Probeer een 3 seconden te wachten. En terug inhalen. 3 seconden in. En 6 seconden uit. Doe dat maar een paar keer. Nou, bedoeling dat je echt precies op een ballon komt te liggen. Ademt in. Door je neus naar je buik. Echt naar het centrum van je lichaam inhalen. En naar je navel. Zelfs. Iets onder je navel, meer echt naar je schaamstreek, dan moet je proberen. Oké, als dat goed lukt, doe het maar eens 4 seconden. Probeer maar eens. Misschien lukt dat niet, voor sommigen lukt dat niet direct. Probeer eens. Gedurende 4 seconden inademen door je neus naar het centrum van je lichaam. Je komt precies echt op een ballon te liggen. Dat is de bedoeling. Zeg je jezelf en dan probeer maar eens 8 seconden uit te ademen. Als dat lukt. Dus. Acht seconden uit. Probeer eens 4 seconden te wachten nadien. En terug
4 seconden in en 8 seconden uit. 4 seconden wachten. Na die uitademing kun je trouwens ook je speeksel doorschrikken. Dat moet je misschien niet elke keer doen, maar dat moet wel eens gebeuren af en toe. Hè. Dus na die 8 seconden uit, in die 4 seconden pauze, als dat al lukt, om daar je speeksel door te slikken en dan terug 4 seconden in. Doe dat maar eens een paar keer. Als dat super goed lukt om 8 seconden uit te ademen, dan mag je van mij langer uitademen. Probeer maar eens zo lang als je kunt uitademen. Je hoeft dat niet te doen met je inademing. 4 seconden inademen is perfect, oké. Adem de langer in, dan krijg je weer een soort van tocht in je longen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dus 4 seconden in door je neus naar het centrum van je lichaam. En om die uitademing trouwens langer te krijgen, kan het helpen om een teutje te vormen met je lippen. Een soort van teutje te vormen. Rustig, langzaam, maar ook lang uitademen. Probeer maar een paar keer. Je gaat trouwens ook merken, als je probeert lang uit te ademen, je hebt een fysieke luchtstroom, mocht je je handen voor je mond houden, dan ga je tot op een zeker moment een fysieke echt luchtstroom voelen. Maar je kunt ook nog vanuit je longen, echt van diep, ook nog uitademen, zonder dat je een fysieke echt luchtstroom zou voelen tegen je handen, mocht je zo uitademen. Okay. Dus doe nog maar een paar keer. Val niet terug in slaap, want je zult merken, je hartslag zakt ook. Hè? Door deze manier van ademen, dat noemen ze in de literatuur slow breathing. Hè? We hebben eigenlijk op deze manier minder dan 5 ademhalingscycli op een minuut. Hè? Eén ademhalingscyclus is in- en uitademen. Dit is slow breathing. Kei waardevol om, zeker in momenten van stress of zo, momenten dat je opgejaagd voelt of zo, om dat regelmatig eens toe te passen. In het begin, dus doe nog maar een paar keer, kan het echt wel waardevol zijn om dat op een matje te doen, omdat sommige mensen beginnen te geven, hoofdpijn krijgen, duizelig worden, echt wat tintelingen in hun armen, sommige mensen en zo. Dus zet er voorzichtig mee, maar op termijn kun je dat eigenlijk altijd en overal toepassen. Super waardevol, denk ik. Ik ben bijna elke coachingstraject met het aanleren van dit. Dan doe ik er wel wat langer over. Dan ga ik er iets dieper op in. Maar goed, hopelijk doet dat goed. Right. Wat gaan we doen? Je mag blijven liggen, maar zet je handen maar onder. Allee, eigenlijk, als je met je duim je schouders stikt, zet daar maar je handen. Oké, okay, wat gaan we doen? We gaan in en uit. En in en door je neus in en door je mond uit. Forceer het dan niet hoe ver je naar boven komt. Dan moet je zelf even bepalen en voelen. En in. En uit. Oké. Goed. Strek je armen maar even voor je uit. Leg je voorhoofd maar op de grond. Eventueel een klein kussentje eronder of zo, maar goed. Dat hebben we misschien niet direct bij de hand. Maakt niet zoveel uit. Wat gaan we doen? We gaan linkerarm en rechterbeen tegelijkertijd omhoog brengen. En dan andersom. Dus je wisselt van kant. Hou maar een tweetal seconden boven. Forceer dat allemaal niet. 1, 2, rustig zakken. 1, 2, rustig zakken. En op die manier doe maar een paar keer. Ik zeg, het zou allemaal goed moeten doen. Luister naar je lichaam. Pijn is meestal niet oké. Ik heb natuurlijk gradaties van pijn, weet ik ook wel. Maar oké, dus doe nog maar een paar keer. Dus gekruist, linkerarm, rechterbeen tegelijkertijd. Omhoog. Oké, dan mogen je armen wat breder uit elkaar spreiden. En mogen je been laten maar op de grond. En je mag deze je armen
naar boven brengen. Even aanhouden en rustig zakken. Dus armen in een Y om me na. Up. En rustig zakken. Doe dat maar een paar keer. Je zult wel merken, het is een beetje een andere aanpak. Andere soort opwarming. Maar goed, ik moet niet altijd tellen zijn, denk ik. Oké, dan nog eens één keer. En rustig zakken. Goed, kijk goed. Oké, dan mogen we nu in de vierpuntshouding zetten. Handen onder uw schouders, knieën onder uw bekken. Uw knieën op bekkenbreedte. Dus zo, niet te breed, niet tegen elkaar. Oké, wat gaan we doen? We gaan ons kin en ons schaambeen naar elkaar toe brengen. Dus dan komt de heel bol. En dan ons staartbeen en de achterkant van ons hoofd naar elkaar toe. Dan ben je heel bol in de rug. Forceer dat allemaal niet. Dus hol en bol. Wissel zo maar een paar keer. Bam. Houding. Oké, goed. Zou goed moeten doen, hopelijk. Oké, dan laat die handen maar eens even staan. Dan gaan we eens even met uw zitvlak richting uw hielen. Oké, zet die handen maar wat verder naar voren. En we gaan terug te laten doen. Met uw zitvlak naar uw hielen. Oké, zet uw handen ook maar een beetje meer naar voren. En terug. En dan voel je ook, oh, ik kom er misschien niet mee. Oh, maar probeer toch maar die handen te laten staan. En met uw billen, met uw zitvlak, naar uw hielen te gaan. Mocht je fysiek aanwezig zijn, zou ik je bekken ook nog eens een klein beetje naar achter kunnen duwen. Dat voelen de meeste mensen zeggen, oh my god, toch goed. Ik ben ooit nog sportverzorger geweest bij de bocht van Westerlo. Dus, oh, daar heb ik nog wel wat dingetjes die ik daarvan gebruik. Oké, goed. Terug naar die beginpositie. Dus die handen terug een beetje naar achter, onder die schouders. Oké, ene voet naast ene hand. En eens even met je bekken naar voren. Forceer dat niet, dat is misschien een beetje raar, het is niet evident. Dus op die manier. Ja. En terug, en naar voren. En terug naar achter. Naar voren. Oh. En ja, goed. Goed bezig. Oké, zelfs aan de andere kant. Je zet je voet, of probeert je voet naast je hand te zetten. Een beetje acrobatie. Oh. Dus bekken naar voren brengen, terug een beetje naar achter. Een beetje. Oké. Ik hoop dat dat lukt. Goed. Zet die hand terug. Allee, terug die voet, maar naast één hand. En dan gaan we die beide handen naar boven brengen. Rek je maar eens goed uit. En terug, zet die maar terug. Hop. Dan zet die handen maar terug. Dus armen naar boven. En naar de grond. En naar boven. Naar de grond. En nog een keer aan deze kant. Op. En ja. Goed. Tel aan de andere kant. Voet naast uw hand. En dan gaan we. Ook hier zijn een beetje bol met uw rug hier. Niet abnormaal. Kom nog even, blijf ademen. Hup. En jawel. Goed. Kijk. Oké. Handen terug onder uw schouders. Nu, kantel eens even met je bekken. Wat we straks eigenlijk met die bol hebben gedaan. Zonder dat je met je hoofd maar echt. Dat je je schaambeen naar daar duwt en dan je staartbeen naar achterboven. Dat je bekken kantelt. Ik weet niet of dat lukt.
En dan de meest ontspannen aanvoerende tussenpositie. Tussen heel bol en hol. Probeer die aan te houden. Lichte holling in uw onderrug. Belangrijk, schouders wegtrekken van uw oren. Correcte houding van uw schouders. Oké, wat gaan we doen? We gaan de voet zo richting het plafond brengen. Mocht je een flesje in de omgeving hebben, flesje water bedoel ik, idealiter nog half leeg, kun je dan nog in hun onderrug leggen trouwens. En dat zou moeten blijven liggen. Hè. Dus als je dat hier erin legt, dan zou dat moeten blijven liggen. Dat is echt een goed controlemiddel, dat je dat echt gecontroleerd doet. Hè. Dus dat je... Ademen. Doe maar hetzelfde aan de andere kant. He, dus. Dat water in dat flesje, dat we niet te hard mogen klotsen van links naar rechts. Ademen. Maar ik hoop dat het niet zo evident met dat flesje in uw onderrug. Hè. Dat is een goede controlemiddel om voor jezelf te voelen of dat je neutraal blijft in je onderrug. Ja. Oké. Okay. Lukt? Ja. Hè? Goed, als er een klein balletje naast je knie ligt en je wilt dat opzij tikken. Dus tik, tik, tik. En doe maar aan de andere kant. Ik ga dat flesje aan de rug doen. Dat ik ook wat kan ballen. Dus mocht je dat aan de andere kant doen. Hè? Dus dik, dik. Dat flesje, als er een bijst, als er iemand aan het zien is hoe jij aan het trainen bent, zou je maar kunnen. Je zou kunnen zien of dat water, dat dan niet te veel zo doet. Dat eigenlijk zoals een waterpas. Hè? Dat het water eigenlijk zo blijft. Dus als je knieën naar buiten draait, dat je niet te veel hebt. En andersom, dat je niet te veel hebt, dat ook. Oké, nog een paar. En ja, goed. Oké, dus ik zeg het, dat flesje in een onderrug, goed controlemiddel. Wat mag je doen? Je mag eens één arm naar voren brengen. Andere arm. Dus een half vol flesje is eigenlijk beter. Omdat je dan ja, ook of hoort en mensen die het zien, kunnen zien dat dat water, en jij kunt het zelf ook wel denk ik een stuk horen, dat het niet te hard van de ene kant naar de andere kant klopt. Blijf schouders wegtrekken van je oren, dus je afstand tussen je oren lijkt is een uiteinde van je schouder. Probeer het zo groot mogelijk te houden. Oké, dan gaan we daar. Right. Wat gaan we proberen te doen? We gaan in plaats van onze voet zo naar het plafond te brengen, gaan we proberen gewoon één been uit te strekken. Hou die bil van het been dat je naar achter brengt een klein beetje naar beneden. Dat gevoel moet eigenlijk een beetje hebben, want anders gaat je flesje kwijt zijn. Doe het maar heel rustig, gecontroleerd. En je knie, als je ze terugbrengt naar de beginpositie, is dat we eigenlijk naar de grond moeten schuren. Want anders, als je te veel, hè, ik ga nu even fout doen. Bam. Fles naar beneden, niet de bedoeling. Hè, betekent dat je te veel met je bekken in kan. En dus dat is niet de bedoeling. Oké? Okay? Goed. Oké, dan hebben we aan de andere kant. Dus been gecontroleerd naar achter. Ik zeg het, uw knieën zijn eigenlijk maar juist over de grond. Nog een. Zou ik zeggen, die fles is echt een goede. Zeker als het een glazen fles is, die schuift nog lekker door. Oké, okay, goed. Wat moet je doen?
Je mag gekruist een arm en één been wegpakken en uit elkaar brengen. Dus, hup, hup, hup. Merk op, ik breng mijn arm niet zo naast mijn oor. Zoals ik net al zei, de afstand tussen mijn oorlukjes hier en mijn uiteinde van mijn schouder probeer ik zo groot mogelijk te houden. Dan is het eerder dit als ik mijn arm naar voren breng. Dit en niet dit. En dus eerder dit. Nee. Oké, ik zou zeggen, doe dat aan de ene kant, want zeker als je dat flesje op je rug hebt, zullen we merken dat dat niet zo evident is. Dat is echt wel ja, lichaamscontrole. En dan doen we maar eens de andere kant. Blijf neutraal. Ja, ook bracen. Ik weet niet of je dat al kent of kan. Indien niet, let me know. Super waardevol. Het gaat je helpen om neutraal in je onderrug te blijven. Ook om al je buik- en rugspieren te verstevigen, sowieso. Maar. Blijf ademen. Kom maar, en op haar. Ja. Trouwens, dat heb ik nu niet gezegd. Als je mocht last hebben van je pols, kunt je ook je vuisten zo zetten. Dan blijft je pols meer in zijn, ja, in zijn natuurlijke houding, terwijl als je zo ontplooit, nog heel extreem hard. Dus had ik misschien beter dan net al gezegd. Sorry, mijn excuses. Goed. Dus ik kan ook zeggen dat je zo staat. Hè. Dus we staan zo. Zet die voeten, en nu lagen die waarschijnlijk in de tijd zo. Zet die maar eens actief, wat moet je eens doen? Je mag je knieën eens van de grond brengen. Ademen. Blijf de schouders wegtrekken van je oren. Ademen, dat je het hier warm aan krijgt. Dat is niet abnormaal. Zet ze maar even terug je knieën. Voel het? Ja, hè? Dus die, ik zeg het, die handen kunt nog altijd zo. Niks mis mee, zeker niet. Dus kan zo, kan zo. Ja, er bestaan wel hulpmiddeltjes, maar daar beginnen we natuurlijk pas niet meer aan. Het is echt lastig van je pols dat je dit soort dingen gebruikt. Dus, hè, je zit in die vierpunthouding. Zet je voeten actief en dan breng je knieën op de grond. Blijf je schouders wegtrekken van je oren, dat je niet te veel zo staat. Maar ja, dus zo. Ademen. Ademen, come on, hè. En zet maar terug. Ah, goed. Goed bezig. Oké, nu nog maar eens de derde en laatste keer. Dus voeten actief, knieën van de grond. Let op die houding, lichte holling in je onderrug. Belangrijk om die aan te houden. Schouders wegtrekken van je oren. Voor de correcte houding van de schouders. Ademen. En ja. Alright. Kijk hoe. Oké, wat moet je doen? Je mag eens één voet naar voren zetten. Merk op, stel dat je je linkervoet naar voren zet. Je linkerkant is gesloten. Je rechterkant is open. Wat moet je doen? Je mag je handen van achter in je nek zetten, achter je hoofd. Naar die open kant gaan we indraaien. Die knie moet niet meegaan. Hè? Niet de bedoeling. Dus je gaat zo ver als je kunt indraaien. Je komt terug. Ga. Up. Dus. Een paar keer. Oké. Okay. Merk eens, allee, voel eens het onderste punt van je ribben. Ja. Dus aan je rechterkant, stel dat je linkerbeen ervoor staat. Wat gaan we doen? We gaan zo ver als je kunt. En dan gaan we indraaien over het onderste punt van je ribben. Dus we gaan niet. Hier, nee. Probeer hier. Dat vierkantje
als je niet weet wat ik bedoel, let me know. Te respecteren, terwijl als je kunt indraaien. Ga maar terug naar voren, terug naar achter, indraaien over het onderste punt van de ribben, terug naar boven. En indraaien of inkantelen. Indraaien over het onderste punt van de ribben, kantelen, terug. Goed. Zullen we misschien ook hier voelen. Oké. Stellen we aan de andere kant. Dus ene voet recht naar voren. Die is gesloten, die kant. Die is open. Hup. Maar daar een paar keer zover als je kunt. Hup. Hou die knie naar buiten, dat die niet mee. Dat je niet dat zit te doen. Niet de bedoeling. Zover als je kunt. Terug. Hup. Oké. Dan gaan we, zover als je kunt, over dat onderste punt van de ribben. Inkantelen, terug naar boven en naar boven. Hup. Dus hier niet wegzakken. Hè. Hier blijven we rechtop. Ja, man. Hè. En, ja. Blijf zo maar even staan. Zet je handen tegen de binnenkant van je knie. Je wilt je knie naar binnen duwen, maar ik bied tegen druk met je handen. Ademen. Ademen. Verrassend moeilijk, denk ik. En ja. Goed, ten aan de andere kant. Ja, dat had ik er juist beter gezegd. Dus handen tegen de binnenkant van je knie. Je wilt je knie naar binnen duwen, maar je biedt tegendruk met die handen. Ademen. Ja, oké. Okay. Goed bezig. Super goed bezig. Oké. Okay. Even. Ça va daar, ja? We zijn helemaal bezig. Ja, toch een half uurtje misschien. Van. Hopelijk is het bij u ook zo snel te gaan. Leg u maar even op uw rug. Oké, wat mogen we eens doen? U mag eens hop, naar achter rollen. En hier proberen ervoor te zorgen dat je uw hielen hier op de grond laat komen. Dus hop, hoe verder, hoe harder dat je naar achter rolt, hoe grotere uitdaging dat het is. Om hier en hier op de grond te laten komen. Hè. Dus. Oké, okay, voor degenen die er in de week bij waren, wat hebben we in de week gedaan? Ik weet niet of dat lukt, we gaan dat nog eens proberen. Hè. Dus we komen naar hier en dan gaan we eens proberen ons benen naar boven te steken. Terug naar beneden en dan hier en hier op de grond laten komen. Dus naar hier, naar boven, naar beneden. Dus hup, hup, hup. Trouwens, hier in deze houding kan het helpen om even misschien je handen in hun onderrug te zetten. Hup, hup. Forceer het allemaal niet, hè. Dames en heren, hele bedoeling. Hup. En ja. Oké, okay, en hup. Hup, hup. Nog eentje. Hup. Hup. Goed. Dat valt daar allemaal. Oké, okay, we zitten zo. Je zet je voeten maar eens tegen elkaar. Pak je enkels vast. Je zet je ellebogen in je knieën. En je duwt je knieën een beetje naar buiten toe. Ja, merk nu op. Waarschijnlijk, kans is groot, dat jij toch hier redelijk bol zit. Probeer terwijl je aan het doen bent, is even. Oh, dus van hier naar daar. Licht olie in je onderrug proberen. Schouders weg van die oren. Ja, voel het verschil? Ja, waarschijnlijk. Je zit nu zo. En oh, probeer even, zo je zegt, meer naar die neutrale lichaamshouding te gaan dan je bovenlichaam. Oké, okay. Goed. Kijk, goed. Oké. Okay. Goed. Hoe je zit. Nou, maar zo, hè. Gaan we proberen. Hop. Dus, we zijn aan het kamperen. Het mag niet, ik weet het, maar we hebben geen tafeltje bij. Ah, wel. Maak jij maar een tafeltje. Hier.
hoofd in een klein uitknipje, achterkant van je hoofd naar achter. En... Kun je eens proberen om een tafeltje met drie poten te maken. Dus, één onderbeen weg van u. Probeer maar eens een paar keer, misschien niet zo evident. Maar doe maar je best, kom aan. Zullen we misschien hier, ja, hier en daar nog wat voor de tegenwringen? En ja, goed. Oké, leg je maar terug even neer. Gewoon met je rug op het matje. Oké, probeer eens een lichte holling in je onderrug aan te houden. Dus je steekt één hand in je onderrug. Voel dat je daar een lichte holling hebt. Je hand mag niet platgedrukt zijn. Oké, je brengt één been naar boven 90 graden, 90 graden. Wat bedoel je daarmee? 90 graden tussen je bovenlichaam en je bovenbenen. En ook tussen je bovenbenen en je onderbenen. Andere been ernaast. Blijf even zo liggen. Blijf die holling in je onderrug aanhouden. Oké. Blijf maar even zo liggen en ademen, ademen, ademen. Kom maar, nog even, nog even, nog even. Kom aan, ademen, ademen, ademen. En één voor één je benen natuurlijk laten zakken. Oké. Goed, we gaan het zelf zo ongeveer doen. Hè? Dus, ik ga even zo liggen dat je het beter ziet. Dus in deze houding, we gaan het doen. En terug. Dus je blijft hoog, je gaat elkaar daar even stikt op en je komt terug naar die beginpositie. Forceer dan niet. Lichte holling in je onderrug aanhouden. Belangrijk. Hè? Dus je benen. Ja, en dus je ligt 90 graden. 90 graden, je blijft met die voeten hoog. Daar tikt ze aan en je komt terug daarachter. Kom maar, een paar keer. Goed bezig. Ja, ik ben ineens een pak lichter ineens. Hè. Dat is goed, wel duidelijker zichtbaar. Ja, dus. En blijf maar even boven, kom aan, nog even. Ik wil zeggen op je tanden bijten, maar nee, want dan zijn we waarschijnlijk niet aan het ademen. Rustig één voor één neerzetten. Jawel, goed. Oké, dat flesje water, ik heb het er juist op uw rug gehad, maar pak ik misschien even bij en drink even. School, ik ga dat ook even doen. Gaat alles oké? Okay? Is alles oké? Okay? Laat het even misschien weten in de chat of dat alles aan het lukken is. Want het is zowel alleen speciaal training, joh. Eén op één doe ik dat ook wel eens, nog wel eens met mensen. Anders, maar kijk, tof, oké. Leuk, doe me goed. Ik heb al wel spieren gevoeld die ik niet wist dat ik ze had. Dat is wel... dat is misschien niet zo raar. Nee, oké. En school trouwens. Oké, nee, leuk dat jullie toch... anders, maar ook een goeie, hè? Jawel. Nee, goed. Leuk, alright. Nee, dat is goed. Goed, dan zullen we nu even, leg dat matje maar even aan de kant en dan gaan we gewoon pols volledig onmobiel. Nu moeilijker. Pols volledig onmobiel. Ja, als je last hebt van je pols zijn die oefeningen soms immobiel. Ah, oké, pols volledig immobiel, nu moeilijker. Ja, dat is natuurlijk niet zo evident dan. Hè. Waarvoor mijn excuses, Ria. Oké, nee, goed. Leg dat matje maar even aan de kant. En dan gaan we nog even een reactie van iemand zie ik of paar veel houding uit de yoga, ja, inderdaad, ja. Ja, ik heb ooit wel een opleiding Pilates gevolgd. Zit zo in een trein. Dus ja,
Veilig invloeden. Ik ben al lang bezig, dus ja, en ik blijf me maar bijscholen. Dus ik ben nu ook weer een, ja, volop in het traject, alleen 2-jarige opleiding. Vitaliteitstherapeut in Nederland, dat volg ik nu online ook. Dus ja. Nee, goed, alright. Wat gaan we doen? We gaan even ter plaatse joggen. Come on, hè. Ja, ik vind het leuk om inderdaad verschillende invloeden in mijn, zeker in zo'n workout, maar ook ja, zeker ook in coachings, ja, met de verschillende filosofie, psychologie, ja, ik vind het allemaal heel interessant om ja, de psyche van de mens en hoe dat je ja, gedraagt ten opzichte van anderen. Ik heb nu afgelopen 10 weken een opleiding ethiek, rond ethiek, van oké, ja, als jij voor jezelf een keuze maakt, wat heeft dat dan voor invloed op de persoon naast jou, hè, of de groep waar dat je in bevindt? Ja, waar laat je doorleiden? Wat zijn je basisbehoeften? Wat zijn je persoonlijke waarden waar dat je belang aan hecht en waar, ja, waaruit dat je handelt? Ja, dat soort dingen. Best wel interessant. Oké, goed. We gaan onze knieën iets hoger brengen. Kom aan, hè. Nog niet super hoog, maar gewoon wel hoger. Hoger als dat net. Kom aan, hè. Adem, man. Oké, en even weer hoog. Kom aan. Even weer hoog. Hop, 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 hop. En ben. Vier. 3, 2, 1 en ja. Hoe lang uitademen. Oké, goed. Wat we doen, maak een grote stap naar voren. Als je die met links zet, zwier je rechterarm naar voor en naar boven bedoel ik. En doe maar even gewoon ene kant. Hup. Dus, hup. Kom aan, hè. Nee, ja, heel boeiend, zo ethiek. Waarom doe je wat je doet en wat heeft dat dan voor invloed op je omgeving? Ja, ik ben terug wat lichter. Oké, top. Oké, andere kant. Wat ik natuurlijk ook heel veel mensen krijg hier, die, ja, die met een soort van dilemma, probleem, hè, ze voelen dat er iets... 100% juist zit, ze willen dat wel veranderen, maar ze voelen zich dan schuldig ten opzichte van hun partner bijvoorbeeld, of van collega's bijvoorbeeld. Of, en dan is het heel vaak waardevol om daar een bepaalde filter over te leggen en mensen daarover te laten nadenken van ja, maar waarom doe je dat, waarom zouden we dat doen, en wat afwegingen te maken. Oké, goed, is dat wat daar? Ja? Oké, goed, wat gaan we doen? We springen uit elkaar met onze benen en we zakken. Kom aan, hè. Ik denk dat dat voor ons allemaal wel herkenbaar is, nu ook. Ja, zeker in deze tijden van corona. Hè. Goed, ja. Wat gaan we... ga inderdaad wel naar de supermarkt. Weten dat daar... bijvoorbeeld nog wel de grootste kansen zitten op besmetting. Ja, als je dan bijvoorbeeld thuis een zwakkere persoon hebt, als je moeder bij je woont of zo. Ja, dat zijn allemaal ethische kwesties. Hè. Dus nu deze dagen hebben we nu ook van, ja, nemen we de oudere mensen niet meer op. Want ja, die hebben toch geen kansen meer. Dat zijn allemaal dingen. Maar ja, het was nu wel een leuke periode om... De afgelopen 10 weken in vrijdag die opleiding te volgen. En ook daar, normaal moest ik altijd naar Utrecht rijden. Maar jong, wijn, dat was op zich voor mij nog wel oké. Okay. Kom aan, een paar. En dan blijven we maar eens even zitten. Hoe lang gaat dat, man? Ça va? Ja, hè? Kom aan. Wat gaan we doen? Linkerknie naar rechtsboven. Hup, zakken. Rechterknie naar links. Hop.
Dus dat school voor mij toch wel wat tijd. Hè. Normaal moest ik om 10 uur elke keer in Utrecht staan. En hier om 8 uur, 7:15 zeker vertrekken. Ja, en dan was het dan 4 uur gedaan. Als ik pas vaak vrijdagavond terug naar Utrecht. Ja, vaak pas om 7:30 was het thuis. Dan had ik meer dan 4 uur in de auto gezeten. En nu zit ik maar hier in de studio en online. Dus op zich nog wel oké. Wat ook nu meer en meer met mijn Nederland wil. Ik wil ook met mensen die ik begeleid vanuit de buurt ook meer en meer online inbellen. En ik heb een paar. Goed. De tijden zijn toch wel aan het veranderen, hè? Of het is toch een speciale tijd in ieder geval. Dan al zeker. Oké, wat gaan we doen? We gaan onze knieën tikken aan de zijkant. En dus op die manier. En hup, 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 hup. Misschien moet je iets wat dieper gaan. Naar de grond. Hup. Naar de grond. Hup. Kan. Hoeft niet per se, maar. Hup. Kan. Hup. 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 Morgen het eerste familiefeest zonder familie. Ook wel speciaal, toch? Hup. Kan. Waar. Hup. Hup. En ja. Super. Kijk goed. Oké, ik hoop wel dat het goed gaat. Right. Goed, wat gaan we doen? We gaan het sprongetje maken, we blijven op dat ene been staan, maar is naar beneden. Hop, we stappen terug naar beneden. Andere kant, springen, proberen dat tweede been niet bij te zetten. Hop, stap terug. Hop. Dus probeer nieuw in uw decor te belanden daar, probeer uw evenwicht te vinden. Hop. Je kunt van mij ook, dat mag ook, om echt heen en weer te springen. Hè. Hop. Dus je tussenstap niet te maken, kan perfect. Landen op één been, niet even zakken. Hop. En springen. Probeer evenwicht te houden. De zakken. Hop. Kan. Hop. Nu ik zeg het, je tussenstap hoef je niet per se te maken. Dus hop. Zakken. Ga, goed bezig. Probeer de tweede voet makkelijker recht naar je aan. Niet bij te zetten. Zeker als je echt heel breed springt, dan is dat niet zo evident. Zakken. Oké. Goed bezig. Grote stap naar achter. Blijf zo maar even staan. Oké. Goed. Zet maar terug naar voren. Zelfde voet terug naar achter. Blijf maar even staan. Ademen. En. Blijf zo even staan. Let op je houding. Dat je niet te veel naar voren. Ook niet te veel. Dus rechtop. En terug naar voren. Zelfde voet. Kom aan. Blijf aan dezelfde kant. Blijf zo maar even zitten. Alleen even zitten. Staan. En nog één keer aan de kant. Hop. Kom aan. Ja. Goed, je hebt weer de benen los schudden. Stel hem aan de andere kant. Hop. Nu dat je weer evenwicht houdt. Even blijven. En. Hop. Kom, en die knie naar de grond, de achterste knie. Oké, goed bezig. Kom. Trouwens, wat ik wel apprecieer en leuk vind, hebben we altijd. Sommige mensen doen dat uit zichzelf. Dat je eens van uw scherm, dat je aan het zien bent, met mij erop, hallo, een fotootje trekt. En mij dat toestuurt. Vind ik altijd wel. Grappig om te zien zo welke setting zo
Sommige mensen projecteren het al op hun tv. Oké. Okay. Anderen, ja, mijn tablet gewoon. Sommige met de gsm die dan wel aangeven van aan tijd van maken, dat toch proberen anders aan te brengen. Oké, ça va? Ja? Hoeveel mogen? Hup, hup. Wisselen van kant. Kan of uitdaging. Stap naar achter en we gaan proberen te wisselen van kant. Dus, hup. Met een sprong. Dat is hup. Forceert dan niet. Of alternatief, stap naar achter. Stap naar achter. Stap naar achter en dan zo wat tempo insteken. Dat je ook voelt van, ah, maar. Een hartslag, jawel. Omhoog, of. Hup. En. Ja. Oké, okay. Kom aan, een paar keer. Dan kijk je ook van deze kant de foto trekken ze. Oké, en hup. En op. Twee, kom aan. Hup. En. Ja. Goed. Goed gedaan, dames. Ik hoop dat het daar goed gegaan hebt. Ja. Oké, goed. Wat moet je doen? Grote stap, schuin naar voren. Zetten. Hè? En die achterste knie. Maar, die beweging met onze benen, onze armen. We gaan doen beide armen. Eigenlijk in het verlengde van dat achterste bovenbeen hier. En. Dus. Hup. 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 Kom aan, een paar keer aan deze kant goed bezig. Hup, hup, en ja. Terug aan de andere kant, of wat had je gedacht? Dus, hup, en hup. Kom maar. Goed bezig. Een paar, kom aan. Hè. En nog eentje. Ja. Goed. Oké, goed. Moet je eens doen. Mocht je handen achter en voor u. Als je denkt, zeg je, ja, wat dat voor eet, veel te gemakkelijk, kun je dat ook in die positie doen. Oké, dan wisselen we maar eens van kant, als je zo staat. Oké. Goed. Oké, zet u maar breed met uw voeten uit elkaar. Breng uw bekken richting de grond. Oké, wat gaan we doen, man? Wat gaan we doen met uw armen? Dus je tikt hier, buitenkant, net achter uw knieën, uw bovenbenen. Kom aan. Goed bezig, kom maar. Ja. Top. Supergoed. Oké. Goed lang uitademen. Belangrijk. Oké, evenwicht. Balans. Belangrijk. Knie waar je op blijft steunen, niet overstrekken. Lichtjes neutraal geplooid. Zien dat je hier niet wegstrekt. Dat gaan we doen. Dus kom eigenlijk op één been te staan. Zonder dat je te veel doorzakt, weg in een kantel. Keer naar achter, zodat dat been dat je opheft, breng we naar achter.
En je bovenlichaam gooit mee naar voor. Dus op die manier eventueel de armen naast u spreiden. Als de koorddanser met zijn stok. Hè. Dus je moet niet per se dat je voet terug neerzetten. Hè. En kom terug. Dus. En je kunt die knie van de been dat je aan het spelen zou je hier naar boven brengen eventueel. En blijf ook hier aan. Dat is ook weer een oefeningsje. Dat hebben mensen wel eens vergeten om te ademen. Ze zijn zo gefocust met je beweging, bezig met die oefening, dat ze hun adem zitten in te houden. Dus misschien ook voor jou herkenbaar, nu dat ik het zeg. En we zijn aan de andere kant aan het doen. Trouwens, dus probeer rustig gecontroleerd. Kom aan. Zie dat je niet te veel wegstakt in dat bekken. Knie niet over. Strekt. Ja. Goed, oké. Wat gaan we doen? We gaan de grond tikken. We gaan hier boven. Hup, hup. Grond tikken. Of uw enkel tikken kan ook. Grond of enkel, buitenkant enkel. Hup. Kom aan, hup. Hup. En hup. Kom aan, grond of enkel. Hup. Kom, hup. 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 Goed bezig, kom aan. Hup. Ja. Super. Okay. Goed. Adem een paar keer goed uit. Lang uit. Voor degenen die in het begin bij waren, zijn begonnen te ademen. Zoals weet misschien ook even een einde. Op de uur nog een zevental minuten. Oké. Okay. Goed. Wat gaan we doen? We gaan hop, hop, hop. Hop. Spring maar eens. Hoe verder dat je springt, hoeft niet per se. Maar het is echt proberen om hier door diep door dat been te gaan, maar dan steunt. Als dat te zwaar is, dat springen en zo, dat doe je wel een stap opzij. Hop. Kan ook, hè. Dus dat je dan eventueel een arm daarbij en dat je hop. Hup, anders. Hup. Hup. Dus zie je een beetje wat je aan kunt. En die is wel in zicht al. Nog een paar keer. Oké. Goed. Super. Oké, je mag knie hoog brengen. Hup. 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 Oké, maar mooi eens proberen. Hup. Hup. Knie ook hier weer niet overstrekken, neutraal. Zie dat je hier niet wegzakt. Hup. Niet daar. Hup. Dus hier. Hup. 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 Ja. Goed. Andere kant hetzelfde. Dus. Hup. Kom aan. Ademen. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Oké, wat gaan we doen? Ons hier richting ons zitvlak brengen. Dan kunnen we ook gewoon. Ja, ik weet het niet, afhankelijk van jullie mogelijkheden.
Als je denkt, oh, dat zit toch nog wel in de tank. Kun je dat niet doen, anders doe je gewoon hap, 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 hap. Ja. Ja, ademen. Oké, stop maar even. Oké, ofwel, makkelijke variant. Breng de uw knieën naar boven. Pak die even vast. En houd die daar even en je wisselt af. Makkelijke variant. Moeilijke variant. We brengen ons beide benen naar daar. Hoe? Jammer. Wat dan? Hè? Ja, we brengen ons beide benen naar daar. Dus, hop! Probeer maar, zijn voorzichtig. En dus dit kan ook perfect of een paar keer. Hop! Je voeten richting je bekken brengen. Kaap! Hop! Aan, hè? Beste Piet, ik weet het. Hop! En je vroeg zeg het. Hop! Of wissel dan al een paar keer. Doe een paar keer dit. Spring dit de ene keer. Hop! Dat is misschien nog een goede. Hop! Dan ga je twee keer aan elke kant. Je knie naar boven trekken. Eén keer springt. Hap, 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 hap. Spring. Hap. Tik, tik. Hap, hap. Oké, stop maar even. Goed. Right. Goed bezig. Zet je met mijn voeten uit elkaar. Moet mijn linkerhand, mijn rechterbeeld niet. Kijk maar meer naar achter. En mijn rechterhand de linkerbil. Hoe recupereren we maar net. Hoe sneller dat je uitademing langer krijgt. Hoe sneller dat je hartslag terugzakt. Oké, okay, maar gezellig de beweging doen maar een oksel tikken. Uitgestoken hand, kijk er maar achterna met je ogen. En dus. Oh, je breed nu voeten naar elkaar, je bekken op je cirkel draaien. Stil aan het antwoord. Hoe gedaan heeft, stil ik dan. We gaan nog afsluiten. Mocht nog eens, we gaan afsluiten met wat we willen zijn. Mocht nog eens terug een matje nemen. En breng je terug even, zodat we voor degenen die er later zijn bij. Aangekomen. We zijn met niet zoveel, dacht ik vandaag trouwens. Maakt niet uit. Leg even neer, handen zo op elkaar, voorhoofd op je handen. Inademen door je neus richting je buik, het centrum van je lichaam ligt. Zegt u jezelf en een al lage uitademing, touwtje vormen met je lippen. 3-4 seconden wachten. Vroeger zijn de literatuur 3, tegenwoordig 4. Even wachten. Oké, doe maar. Leg u, hè. Ik hoop dat je dat ligt. Nee, dus. Doe maar een paar keer. Dus door je neus. In naar het centrum van je lichaam, naar je buik. Als dat al lukt, om 4 seconden in door je neus. En zo lang mogelijk uit. 4 seconden wachten, kun je het speeksel doorstikken in eentje. En terug 4 seconden in en zo lang mogelijk. Oké, doe maar een paar keer. Ja, en zoals ik er straks al zei, ja, momenten dat je voelt, ik loop de muren op of mensen met verslaving die kunnen wel heel snel grijpen naar een sigaret of naar een glasje alcohol of weet ik veel wat. Ook dit, hè, op dat soort momenten even bewust even. Oké, nee, hè, want dat is eigenlijk wat een roker ook doet. Hè. Redelijk kort in en langer uit. Hè, daarom, hè, dus dat kunnen we nog wel leren van de roker. Dus oké, goed. Ik denk dat we stilaan nu hebben.
Ja, 29 hier. Ja, 30. Oké, nee, jawel. Kom maar rustig recht als je er terug klaar voor bent. Ik hoop dat het u goed gedaan heeft, deze workout training. Ja, ook een stukje inderdaad zo wat meer relaxatie, wat in het begin wat rekken strekken. Ja, ik zie wat handjes omhoog gaan. Nou, we zijn waren maar met 39, maar goed, maakt niet uit. Super dat jullie erbij waren in ieder geval. Uurtje is weer voorbij gevlogen, klaar om aan de zonnige zaterdag te beginnen. Wel, super. Ik ben leuk dat je, dank je Freddy, heel graag gedaan, Ria. Bedankt Freddy voor de goede training en relaxatie, heel graag gedaan, Tine. 39 maal 2. 39 maal 2. Dat snap ik niet, Jack. 39 maal 2. Nee, thanks, heel goed. Joepie, douche en dan tuin in. Toffe training, merci. Ik ben blij dat ik dit nog kan doen. Ik ben blij dat ik deze keer op tijd heb aangedacht dat het zaterdag was. Ja. Bedankt, mooie workout. Merci, Fred. Toertje lopen nu, Evelien. Met Evelien. Ah, super, dus de groetjes. Hey, Ellen. Nee, jawel. Merci in ieder geval. Fijn paasweekend. Geniet ervan. Zie dat de paaseitjes niet smelten als je ze morgen in de tuin verstopt voor de eventuele kids, als die er al zijn. Nee, goed. Merci in ieder geval. Vrolijk Pasen. Ja, ook voor jullie. Zalige Pasen. Fijne Pasen. Ook voor jullie. Nee, geniet ervan. Bedankt dat jullie er weer al bij waren. En ja, maandag... Is het weer van dat om 19:30 uur 30 of woensdag. Dus goed. Oei, verklapt, Geert. Ja, goed. Nee, jawel. Fijn weekend allemaal. En tot volgende keer dat jullie er weer bij zijn. En aatjes door Pasa's. Ah ja, dat is juist. Ja, sorry, ik heb niks gezegd. Nee. Goed. Fijn weekend allemaal. Geniet van het zonnetje. Hou het veilig en gezond in ieder geval. En tot snel. Salut. Ah ja, trouwens, stemmen op de Facebookpagina. Je kunt tussen twee heerlijke receptjes weer al kiezen. Hè. Ik weet niet of je zaterdagochtend kunt stemmen op een receptje. Wat ik dan maandagavond na de workout trouwens deel, het meest gekozen receptje. Dus neem zeker maar een kijkje. Gezonde fruittaartjes en een crumble van mango en havermout. Daar kan je tussen kiezen. Dus, goed, merci in ieder geval. Prettig weekend en tot snel. Bye.